Goedendag, mijn naam is Michael Reumerman. ik ben arts klinisch farmacoloog werkzaam in het Amsterdam UMC. En namens Recipe Pharmacotherapie bieden wij deze college-reeks over cardiovasculair risicomanagement en hart- en vaatziekten aan. In dit deel, deel 5, gaan we in op de overige cardiovasculaire geneesmiddelen. In dit overzicht ziet u waar dit deel zich verhoudt tot de andere delen. Dit betreft namelijk de laatste deel van de geneesmiddelen. De, vanaf deel 6 gaan we het hebben over de verschillende ziektebeelden. Hier zien we een overzicht van de vijf geneesmiddelen die ik met u wil bespreken. Laten we er eens in detail naar gaan kijken. Deel A gaan we het hebben over de nitraten. De nitraten kunnen we opdelen in de nitroglycerine, de isosubide dinitraat of de isosubide mononitraat. Deze geneesmiddelen werken doordat ze vasodilatatie van de veneuze capaciteitsvaten geven. In mindere mate geven ze ook vasodilatatie van bijvoorbeeld arteriolen of coronaire. U moet zich alleen realiseren dat nitraten vaak gegeven worden bij patiënten die al atherosclerotisch vaatlijden hebben. Bij deze groep zal dit laatste effect, namelijk het vasodilatatie van de arteriolen of coronaire, amper meer optreden moeten dus voornamelijk hebben over de vasodilatatie van de veneuze vaten. De belangrijkste bijwerkingen van nitraten zijn orthostatische hypotensie, met name van de heel snel werkende geneesmiddelen. Als gevolg van die snelle daling van de bloeddruk kan ook een reflextachycardie optreden en kunnen met name als de vaten in het gezicht op vasodilatatie uh, geven, kan er hoofdpijn ontstaan en kunnen patiënten gaan blozen. Nitraten hebben met name interacties met andere sterke vaatverwijders. Denk bijvoorbeeld aan fosfodiesterase-remmers, zoals bijvoorbeeld Sildenafil, ook wel de Viagra. De belangrijkste toedieningsvorm zijn smeltabletten of sprays voor onder de tong. Heel belangrijk bij deze geneesmiddelen, met name bij de kortwerkende variant, is om ze zittend of liggend in te nemen. Omdat die orthostatische hypotentie, met name bij uh, Infrequent gebruik of eerste gebruik kan leiden tot forse orthostase. Daarbij moeten we deze middelen ook niet gaan gebruiken bij patiënten die in shock zijn of ernstig hypotensief zijn, hier zien we wat de effecten zijn van nitraten. We zien dat die nitraten in eerste instantie coronaire dilatatie geven. Belangrijk hierbij is dat dit uh, ernstig is verminderd bij patiënten met atherosclerose, zoals bij patiënten met angina pectoris of myocardinfarct. En dat die nitraten dus met name aangrijpen op de op de en op de veneuze capaciteitsvaten. Uh, uh, dus ook wel de veneuze vaten. De tweede groep die ik met u wil bespreken zijn de lisdiuretica. In Nederland kennen we daar de furosemide en de bumetanide van. De werking van deze geneesmiddelen betreffen met name het remmen van het natrium-kalium-chloortransport in de LIS van Henle. Daarmee heet ze ook lisdiuretica. En daarmee remmen ze dus het transport van natrium. Daarmee bevorderen ze ook de uitscheiding van kalium, calcium, magnesium en dus weer het natrium. De belangrijkste bijwerkingen bij deze geneesmiddelen zijn hypotensie en ook wel orthostatische hypotensie. Een forse hypovolemie, die plast namelijk. Enorm veel vocht uit en ook elektrolytstoornissen, waarbij uh, uh, er over het algemeen een tekort van de elektrolyten gaat ontstaan. Belangrijke contra-indicaties voor het gebruik van diuretica zijn patiënten die een hypokaliemie of andere elektrolyttekort hebben en hypofolemie. Belangrijke interacties zijn die met andere diuretica en middelen die ook elektrolytstoornissen kunnen geven. Weten we dat als je een NSAID geeft, dat het effect van de listiuretica minder wordt, omdat de diuretica met name in, eigenlijk na de nier pas werken, en de NSAID zorgt ervoor dat er minder perfusie is van de nier, en dus ook minder vocht uiteindelijk de nier bereikt. En aangezien de diuretica met name een diuretisch effect heeft, heeft het dus minder effect. Daarnaast weten we ook dat diuretica bijvoorbeeld lithium-excretie kunnen verminderen. En daarmee een hogere spiegel van de lithium kunnen geven. Hier zien we nogmaals uh, het, het proximale tubulus systeem, de lis van Henle en de distale tubulus. En we zien dat die lis diuretica met name in de lis van Henle aan uh, gaan werken. De derde groep die ik met u wil bespreken zijn de kalium diuretica. In Nederland hebben we het dan over de spironolacton, de eplerenon of de Triamteren. Deze geneesmiddelen werken ook eh, in het tubulus-systeem en remmen daar met name de uitwisseling van kalium uit het bloed tegen natrium uit de voorurine. Triamteren doet dit via een direct effect. Spironolacton en eplerenon doen dit via remming van de aldosteron, wat uiteindelijk ook voor hetzelfde effect zorgt. De belangrijkste bijwerkingen van deze geneesmiddelen zijn een hyperkaliëmie zit hem eigenlijk al in de naam. Daarnaast kunnen ze in mindere mate ook voor dehydratie zorgen, met name als ze gecombineerd worden met listiuretica of orthostatische hypotensie. Als spironolacton is het daarbij ook nog beschreven dat vanwege het remmen van aldosteron er ook gynecomastie en erectiestoornissen kunnen optreden. Belangrijke contraindicaties van kaliumsparende diuretica zijn dan ook patiënten met een ernstige hyperkaliëmie en met patiënten die nierfunctiestoornissen. Met name ernstige nierfunctiestoornissen hebben omdat bij ernstige nierfunctiestoornissen er ook al een hyperkaliemie kan optreden. Belangrijke interacties van kaliumsparende diuretica zijn andere diuretica en bijvoorbeeld ACE en ARB's omdat deze middelen beide een verhoogd kalium geven. Hier zien we nogmaals het tubulus systeem en de kaliumsparende diuretica grijpen met name aan het laatste gedeelte, dus nog na de distale tubulus, waar ze hun werking uitvoeren. De vierde groep geneesmiddelen die ik met u wil bespreken is de digoxine, ook wel hartglycosine. De werking van deze geneesmiddel zijn als volgt: ze zijn namelijk een positief inotroop, ze versterken de kracht van het hart, onder andere doordat ze meer calcium in de cardiomyocyte laten komen. Maar daarnaast zijn ze ook negatief gonotroop, ze remmen de frequentie van het hart en negatief dromotroop. Ze versterken namelijk de vagus van het hart. Belangrijke bijwerkingen bij deze hartglycoside zijn de duizeligheid en ook geleidingstoornissen, met name ventriculaire geleidingstoornissen. Belangrijke contraindicaties daarbij zijn dan ook tweede of derde graads AV-blokken, supraventriculaire aritmieën, en een ventricultachycardie of een fibrilleren. Omdat deze middelen eh, voornamelijk door de nieren geklaard worden, eh, zijn ernstige nierfunctiestoornissen dan ook een belangrijke reden om eh, hartglycoside niet te geven. Ze kunnen immers niet worden uitgescheiden. Belangrijke interacties met hartglycoside zijn met name middelen die de effecten van digoxine kunnen versterken, zoals bijvoorbeeld deel-TSM, verapamil en beta-blokkers omdat deze ook een negatief gonotroop effect hebben. Middelen die bijvoorbeeld de nierfunctie verlagen, zoals NSAID's of e schemmers Immers, bij een slechtere nierfunctie zal er minder digoxine kunnen worden uitgescheiden, waardoor het effect van digoxine zal worden versterkt. Maar ook middelen die een hypokaliemie kunnen geven. Bij een hypocaliemie hebben patiënten die digoxine gebruiken, namelijk een groter risico op een intoxicatie van digoxine. Zijn dus onder andere diuretica en lithium. Wat, we, uh, wat heel erg van belang is bij digoxine is nogmaals de volledige renale klading en de smalle therapeutische breedte. Met andere woorden, de, de nieren schuiven deze middelen uit. En omdat er een vrij klein verschil is tussen de maximale dosering en de minimale dosering, is dit dus moeilijk te doseren. Helemaal bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Hypokaliëmie, hypomagnesiumie en of een hypercalciëmie geeft dus een verhoogde kans op een digoxine intoxicatie. Dus ook in dit soort situaties moeten we extra alert zijn op deze elektrolyten en deze frequenter controleren. Hoe werken hartglycosiden nou? nou? We weten dat digoxine eh, de natrium en kaliumkanalen, natrium, kalium, ATPase in de hartspieren blokkeert. Hierdoor wordt eigenlijk het de efflux van natrium naar buiten de cel geremd, waardoor dus de natriumconcentratie in de snel verhoogt. Omdat die natrium niet naar buiten kan via die natriumkalium ATPA, zoekt hij een andere transporter. En dat is namelijk de natrium calcium exchange. En omdat die natriumconcentratie in de cel hoog is, dan zal hij ervoor zorgen dat hij via de andere transporter naar buiten wordt getransporteerd. Maar dat betekent wel dat calcium de cel ingaat. En omdat calcium de cel ingaat, zal dit uiteindelijk leiden tot een sterkere contractie van het hart. De laatste groep die ik met u wil bespreken zijn de neprillicine remmers. En in Nederland is er maar één, namelijk sacubitril, die altijd in combinatie wordt gegeven met een angiotensine 2 receptorblokken. De werking van dit middel is namelijk dat die een remming geeft van nephrilicine. Dat is ook wel een neutrale endopeptidaase. En nephrilicine breekt verschillende stof, stofjes af, zoals bijvoorbeeld ANP, BNP, bradykinine en angiotesine 2. Dit zijn allemaal stofjes die te maken hebben met de bloeddruk. Het zorgt onder andere voor meer vasodilatatie. ANP, BNP en bradycanine zorgen namelijk dat er meer vasodilatatie kan opgeven. Bijwerkingen van deze middelen zijn onder andere orthostatische potentie, een verhoogd kalium en ook een tijdelijke achteruitgang van de nierfunctie. In die zin lijken ze dus een beetje op de E-remmers en de ARB's. Belangrijke contra-indicaties voor deze geneesmiddelen zijn angiodem in de voorgeschiedenis en patiënten met een ernstige leverinsufficiëntie. Belangrijke interacties zijn onder andere met E-remmers. Ik zei al, deze middelen worden nooit gecombineerd met e-schermers, maar eigenlijk altijd in samenwerking met een ARB. Het komt omdat die e-schermers al een verhoogd risico hebben op bijvoorbeeld angiodeem, maar als ze worden gecombineerd met sacubitril, er een extreem verhoogd risico is. Hoe werkt dit middel nou precies? Hier ziet u dat in detail. Normaal gesproken komt onder invloed van uh, stress op het hart ANP's en BNP's vrij. AP en BNP zijn uh, stoffen die er uiteindelijk voor zorgen dat er meer natrium wordt uitgescheiden en vasodilatatie optreedt. Helaas is, het, is er een soort systeem in ons lichaam uh, waardoor nephrilicine eigenlijk de AMP's en BNP's afbreekt. Hierdoor zie je dus minder natriurese en minder vasodilatatie. In bijzonder bij patiënten met hartfalen wil je juist dat deze patiënten vocht uitplassen en vasodilatatie krijgen. Door middels sacubitril die nebglycine te remmen, zal ervoor zorgen dat er meer ANP en BNP aanwezig is en uiteindelijk ook meer natriurese en vasodilatatie. Ik hoop u in de afgelopen slides wat we hebben verteld over de laatste en overige middelen van het cardiovasculaire risicomanagement. Ik hoop u in de volgende delen te zien. Dan gaan we het hebben over verschillende ziektebeelden Binnen het cardiovasculair risicomanagement en patiënten met hart- en vaatziekten. Fijne dag nog.